eigenlijk durf ik niet. Barbecue saus en een chocolade eitje, dat was niet lekker. Dus... Goedemorgen allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en we moesten vandaag weer even wennen aan het vroeg opstaan en naar school gaan. Ook omdat we een best brakke nacht achter de rug hebben gehad. Dus het was vanochtend even wat haasten. Ik heb vandaag dan ook mijn ontbijtje weer even in twee delen gesplitst, want er was gewoon niet veel meer tijd dan dat. Dus ik had vanochtend, voordat we de meiden naar school brachten, een boterham gegeten. En nu mijn tweede deel, terwijl ik aan de slag ga voor Proud. Ja. Ik zit vandaag alleen boven op ons kantoor, om maar zo te zeggen. Normaal gesproken werk ik op maandag samen met mijn man hier op boven. Maar hij is vandaag op pad. Hij is bezig met klussen. Dus ik heb het voor mezelf best wel relaxed en rustig. Ook wel een beetje stil, maar goed. Even wat muziek op en we gaan ervoor. Ik ga even pauze nemen. Normaal gesproken pak ik gewoon even snel een broodje en dan ga ik ook weer snel verder. Maar het zag er vandaag eigenlijk best wel lekker uit buiten. En na een brakke nacht had ik eigenlijk ook wel een beetje behoefte aan een frisse neus halen. En even zon, de energie pakken of iets. Dus, maar ik ben alleen niet zo heel goed in het nutteloos rondlopen. Ik kan niet zo goed zonder een doel rondlopen, zal ik maar zeggen. Dus in plaats daarvan ga ik meteen even broodjes meenemen voor de mannen die aan het klussen zijn. En meteen wat lekkers voor mezelf als lunch. En dan ga ik straks weer aan de slag. Maar nu eerst even lekker op pad. Ik ben dus weer thuis en ik zit met mijn lunch nu aan mijn bureau weer om te werken. Ik heb het even uitgebreid aangepakt zoals je ziet. Ik kon even niet kiezen wat ik op mijn broodje wilde. En ik had van alles meegenomen voor de mannen. Dus ik dacht, waarom eet ik niet ook een beetje mee? En dan ga ik weer lekker aan de slag met de rest van de middag. Net even een kopje koffie gepakt en ik had nog deze gehaald. Het is echt veel te vroeg, maar ik zag ze liggen bij de Yamin en ik kon ze niet laten liggen. Het zijn van die chocolade eitjes met ja, bijzondere smaken. Ik ben dus nooit zo'n durfval als het gaat om nieuwe smaak proberen. Dus ik ga altijd voor deze. Volgens mij was dit de witte met praliné, nog wat. Nou, het meest gewaagde wat ik dit jaar heb gekozen is deze melk schuimtaart. Maar ze hebben dus ook deze. En daarvan weet je dus niet wat voor smaak het is. Ja,
ik ben dus niet zo'n held in nieuwe dingen proberen. Of in ieder geval, ik ben niet zo'n held in onbekende dingen proberen. Ik ben best wel bereid om dingen te proberen als ik een beetje kan voorstellen van wat de smaak zal zijn. Of dat ik in ieder geval een beetje op kan anticiperen. Maar je weet dus helemaal niks totdat je het probeert. En we hebben elke vrijdag, wanneer ik werk met mijn vrijwilligers van Proud, we hadden dus afgesproken dat we deze zouden gaan proberen vrijdag. Maar eigenlijk durf ik niet. Want ik weet niet wat het is of hoe het gaat smaken. Maar we gaan het wel doen. En ik hoop dat het niet zo vies is als die van vorig jaar. Want die was echt heel erg vies. We dachten uiteindelijk dat het iets van prei of wasabi iets was. Maar dat was dus blijkbaar barbecue saus in een chocolade eitje. Dat was niet lekker. Dus ik ben heel benieuwd of dit wel lekker is. Hebben jullie het al geprobeerd? Of zijn jullie ook wel van het proeven van paaseitjes? Laat het me weten. En ik zit er heel erg aan te denken om mijn haren te knippen. Ik ben al een tijdje niet meer naar de kapper geweest. En ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik ben wel toe aan iets nieuws. Vooral omdat ik over een tijdje naar Vietnam ga. Dacht ik, oh, misschien moet ik het wat korter gaan knippen. Want het is daar hartstikke warm. En ik kan al niet zo goed tegen de warmte. Maar aan de andere kant is het echt al heel lang geleden dat ik mijn haar tot zo kan laten groeien. Zonder dat ik echt last krijg van hoofdpijn. Kijk, maar het is dus best wel stijl en sluikachtig geworden. Dus ik ben er niet super blij mee. Maar ook wel weer blij. Want ik vind het juist leuk om lang haar te hebben. Want dan kan je tenminste leuke opsteken. Of in een vlecht doen of wat dan ook. Wat ook wel handig is met dits die rondrennen. Dus ja, dat zou ik gaan doen. Ik vond het ook al raar dat het in haar rapport stond dat ze haar naam kon schrijven. Nou, ik dacht, normaal gesproken doet ze gewoon lala en dat is mijn naam. Kijk, hier staat Livia. En hier staat Livia, zegt ze dan. Maar ik zeg, maar dat is dus een rapport. Livia, ga ze even je naam schrijven. Maar heel blokkig, maakt niet uit. Maar echt gewoon zo van, oh, oké.